Op de eerste zaterdag van november is het landelijke natuurwerkdag. Brabant is met gemiddeld 15.000 deelnemers ieder jaar goed vertegenwoordigd. Ook in Zomeren wordt deelgenomen aan deze natuurwerkdag. Onder leiding van Gerard Klaassen werd er gewerkt op de Strabrechtse Heide. En ik demme straks goed, ik ging even kijken en toen vroeg er eentje aan mij van Gerrit, hoeveel mensen zijn er? Ik zeg 28, 29. Ja, zit je, als er nou 30 waren en iedere die vandaag 100 bij de dingen uittrekken, dan hebben we 3000 bomen gerooid vandaag. Gerard, we stonden hier een paar maanden geleden om berken te trekken en het lijkt alsof mensen het weer aan het doen zijn. Waarom? Ja, het is heel erg belangrijk dat we dat blijven doen in het kader van de verdroging natuurlijk van de Strabrechtse Heide. En de mensen zijn enthousiast, dat zie je vanmorgen weer. Dus ik hoop dat we nog vele jaren dit kunnen blijven doen, want dan blijven onze vennen zichtbaar en dan kan de hei ook zijn blijven bloeien. Dus dat is wel het belangrijkste. Ja, maar het is niet zo dat ze hier vandaag staan. Het is de natuurwerkdag vandaag. Het is de landelijke natuurwerkdag en dat is een jaarlijks terugkerend evenement in de eerste zaterdag van november of de eerste. Eigenlijk de eerste zaterdag van november. En dat is al jaren zo. En daar doen we als IVN al zeker 20 jaar aan mee. Ja. En jullie hebben ook een boel vrijwilligers. Wat gaan jullie bereiken vandaag? Wat gaan we bereiken? Ik zeg al, ik heb ongeveer 30 mensen. En die 30 mensen, als die allemaal 100 vliegdennen uitsteken, dan hebben we 3000 berken of vliegdennen verwijderd. En dat is op termijn natuurlijk een heel hoop voordeel voor het water in zijn algemeenheid. Want die trekken veel water uit de grond. En op het moment dat dat niet meer gebeurt, dan hebben we toch weer een winst in het kader van klimaat en verdroging en alles wat daarmee te maken heeft hier op de heide. Aan mij de eer om jullie te mogen toespreken, maar eigenlijk de eer die gaat vooral naar Gerard. Want het is niet zozeer dat ik hier ben vanuit de gemeente, maar meer gewoon, ik denk net zoals 90% van jullie, omdat Gerard toch wel volhardend is in het vragen of dat je toch weer de volgende keer weer mee wil helpen. En dat doen we dan graag natuurlijk. Zonder dit soort initiatieven, zonder jullie als vrijwilligers, zonder mensen als Gerard en jullie allemaal, is het niet mogelijk om eigenlijk te doen wat wij doen. En wat er eigenlijk nu staat te gebeuren in de Strabrechtse Heide en het Beuven, om dit natuurgebied te laten herstellen. Nou, vanuit de gemeente zijn wij ook met heel veel dingen bezig. Die zijn iets minder zichtbaar. Ik had het net met Kim over, onze nieuwe ecoloog bij de gemeente. Dus als jullie vragen of opmerkingen hebben of goede initiatieven, spreek ze vooral aan. En dan gaan we kijken hoe we het mogelijk maken. Want dit soort initiatieven die stimuleren wij natuurlijk van harte van de gemeente. Kijk eens maar, kijk daar. Oké.